Chinoise Julien, of minder chic, gewoon hakken. Het zijn zomaar een paar snijtechnieken waarmee jij de blitz kan maken in de keuken. Moeilijk? Valt wel mee hoor. Kijk eerst naar het filmpje snijden met een koksmes, want die heb je zeker nodig. Deze snijtechnieken kan je toepassen op meerdere soorten groente en fruit. Bijvoorbeeld het Julienne snijden van een wortel. Oftewel een wortel in kleine reepjes snijden. Schil de wortel met een dun schiller. Maak een platte kant, let op je kattenklauw, zodat de wortel stevig op je snijplank blijft liggen. Leg de wortel op de platte kant en snij plakjes. Snij die door de midden en maak er dan mooie dunne reepjes van. Til je mes op en snij op de terugweg. Zo maak je een mooie dunne reepjes, oftewel julienne. Wat je ook kan maken van zulke plakjes is chinoise, oftewel ruitjes. Maak iets bredere plakjes, draai ze 90 graden en snij schuin door. En dan krijg je mooie ruitjes of in chic chinoise. Leuk voor in de salade. Brunoise zijn blokjes. Schil de aardappel en maak een platte kant zodat de aardappel stevig blijft liggen. Snij plakken van een halve centimeter. Snij daar repen van een halve centimeter breed van. Draai die 90 graden en snij weer door zodat je blokjes krijgt. Voilà, brunoise. Klaar met chic doen? Ga lekker hakken. Oftewel hele kleine stukjes snijden van iets. Bijvoorbeeld een ui, maar denk ook aan knoflook of peterselie of zo. Leg je hand op de bovenkant van het lamet en maak deze beweging naar beneden. Je zult zien dat je binnen de kortste keren kleine stukjes hebt. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.